Goedemiddag allemaal. Alumni, vrienden van Nijenrode, eigenlijk onze ambassadeurs. Het is een beetje bijzonder dat ik jullie vanuit deze kamer toespreek. Dit is de kamer van de rector, dus eigenlijk mijn kamer. Maar ik zit er gewoon nooit. Dat komt in de eerste plaats omdat ik altijd ongemakkelijk word van die strenge gezichten die boven mijn hoofd hangen. Maar de echte reden waarom ik hier niet zo vaak zit is omdat al het andere ergens anders gebeurt. In een ander gebouw. Daar zijn de collegezalen, daar zijn de studenten, daar zijn de hoogleraar, daar gebeurt eigenlijk alles en daar zit ik het liefst. Maar nu, sinds 2 weken, nu de universiteit gesloten is, is het overal rustig. En het maakt eigenlijk niets meer uit waar ik zit. En toch wil ik jullie wel iets vertellen, want er gebeurt heel veel ondertussen, als het ware onder de motorkap, om deze universiteit te laten zijn wat het eigenlijk is. En om u dat goed te kunnen uitleggen, nodig ik u uit om samen met mij te wandelen over onze geweldige landgoed. Tot zo! Het is prachtig weer. En het is duidelijk lente aan het worden. Als je kijkt wat er allemaal gebeurt op het landgoed. En normaal gesproken is het hier hartstikke druk. Laten we samen een stukje lopen over een van de paden op het landgoed. Tja, ongeveer 2 weken geleden was het hier nog best wel druk. En op donderdagavond hebben we besloten de universiteit te sluiten. Zoals eigenlijk alle universiteiten in Nederland. En degenen die het niet gedaan hadden, die deden het 12 uur later. En dat was eigenlijk het moment waarop heel veel van onze studenten naar huis gingen. En de faculteit en de staf eveneens. En toen ontstond er enorme energie, want iedereen besefte dat we digitaal moesten gaan. Dat we de studenten niet mochten teleurstellen, dat de diploma's op tijd moesten worden uitgereikt, dat de examens zaten te wachten en iedereen ging met elkaar samenwerken. Over alle mogelijke silo's of opleidingscommissies heen, examencommissies heen, iedereen was erin om het toch nog een succes te maken. 2 weken later durf ik te zeggen dat er geen één collegeuur is overgeslagen. Dat we volop nadenken hoe we examens toch kunnen laten plaatsvinden. 2 weken later durf ik te zeggen dat de universiteit van het ene moment naar het andere, dankzij inzet van velen, plotseling digitaal is gegaan. Het belangrijkste is dat we allemaal gezond blijven. De studenten, de faculty, de staf, daarom doen we dit allemaal. Daarom sluiten we de hele universiteit. En daarna zou het mooi zijn als we de studenten iets konden leveren waar deze universiteit zo bekend om is. Namelijk een stap, een duwtje in de goede richting in hun carrière. En daarbij kunnen we uw hulp zeker gebruiken. Met alle mogelijke creatieve ideeën, company projects, maar misschien ook gewoon een gesprek met de studenten die nu redelijk geïsoleerd van elkaar leven. Dat zou prachtig zijn. En voor al uw ideeën, hoe creatief of onwaarschijnlijk ook, dit is het moment om ze aan ons te geven. En daarbij kunt u het beste Helene van Hal bellen en die zal verder helpen om het een en ander te verwezenlijken. Dank u wel.